Hallo, ik ben Jasmin van de Wallen en ik ben dirigente van de Brasserie. Hallo, ik ben Christophe. Ik speel flugelhorn in het orkest en ben ook medeoprichter. Wij zijn een koperensemble, wij zijn geen specifieke brassband. Wij hebben andere instrumenten in ons orkest. We zijn een uniek samenspel en wij brengen ook een uniek repertoire. Wij spelen brassband standards, maar ook leuke ontspannende muziek, swingmuziek. Er komt ook wat show bij kijken, dus ik denk een heel afwisselend programma waarbij je kunt genieten van goede muziek, maar ook kan lachen en plezier hebben. We zijn een paar weken geleden eigenlijk benaderd door de Brasserie. Ja, zo heet dat koperensemble. Het is een man of 20, 24 koperensemble. Die hebben eigenlijk een paar weken geleden hebben die een concert gegeven. Tenminste, de vereniging, hoe ze het schoon zien, hebben een concert gegeven samen met de Harmonie van Groensveld. En na afloop houden die zo gaat van, goh, we zijn 30 april in Nederland. Dat komt voor 2 dagen naar Nederland, uitje van het Ieper. En kan we dan een concert geven? Mijn rol is heel divers. Ik denk in eerste instantie dat ik muziek moet spelen. En dus ik ben de flugelhornspeler, dus ik zit alleen. Ik mag af en toe een solo spelen. Maar de mensen die bij ons gaan bezig zien in de zaal, denk ik, gaan mij ook in een tal van andere rollen zien waar wat comedy aan de pas komt, waarbij gelachen wordt. En we doen af en toe wel eens heel onnozel.